Welkom bij de Nuanced Podcast. Dit is een aflevering van Stoïcijnse Gedachtes. Filosofie als medicijn voor de ziel. Grijp niet terug op filosofie als opdrachtgever, maar als patiënt die behandeling zoekt voor pijnlijke ogen, een verband voor een brandwond of een zalf. Door het zo te zien zal je de redenaties accepteren zonder overdrijving en gerust zijn met de geboden zorg. Marcus Aurelius, over peinzingen, 5.9. Soms helpt onze gekozen filosofie ons naar succes en vaak verliezen we dan zicht op wat ons succes bracht. Onze filosofie. Het momentum dat we hebben opgebouwd zorgt ervoor dat we voorbij razen aan belangrijke besluiten en keuzes die ons op het door ons gekozen pad houden. Het is dan belangrijk om eventjes af te remmen, de route opnieuw te evalueren, eventueel zelfs te keren om terug te keren op het juiste pad. Een filosofie geeft eigenlijk geen opdracht. Het helpt je de opdrachten en situaties die je tegenkomt te evalueren en te sturen. Het helpt beschadiging te voorkomen. Beschadiging moet je in de breedste zin van het woord zien. Want wanneer jij aan je principes kan vasthouden, brengt je dit mentale rust. Nu weet ik niet hoe dit voor jou werkt, maar ik heb de grootste moeite om zaken uit te voeren waar ik niet in geloof of achter sta. Iets in mij gaat enorm tekeer wanneer ik het probeer. Filosofie helpt je ook kritisch naar je gevoel te kijken. Want is de gedachte of werkwijze nog wel passend? Is deze nog van waarde? Ook moet dit onderhouden worden om jezelf in goede staat te houden. Maar nogmaals, soms kunnen we hier door de waan van de dag aan voorbij schieten. Dan schieten we in overlevingsstand en kiezen we voor de oplossing die het eerst voorhanden is. Dan kiezen we om aan een ogenschijnlijk bezit krampachtig vast te houden, terwijl het tijd is om los te laten. Ook de waan van de dag moeten we in het moment toetsen aan onze filosofie. Dat is lastig. En hierbij zullen fouten gemaakt worden. Maar dan zullen we moeten accepteren dat de kans bestaat dat we iets moeten inleveren om onze fout recht te zetten. Dan is de stap terug de enige stap om later weer voorwaarts te kunnen. Dan moet er gekeerd worden. Dan is genezing noodzakelijk en zal jij op jouw filosofie moeten vertrouwen. Mocht je iets willen bijdragen aan de podcast,
dan kan dit in de comments op YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn of op nuancepodcast.com. En wil je me een vraag stellen? Dan kun je via Anchor een bericht inspreken. En die zal ik dan in de volgende aflevering laten horen en bespreken. Zeker deze laatste optie is best spannend. Dus ik verwacht niet dat ik veel vragen zou krijgen, maar ik zou het erg leuk vinden. Vond jij deze aflevering waardevol? Abonneer dan op het Nuance Podcast YouTube kanaal. Volg de podcast op Spotify of deel de podcast met anderen via social media en like de podcast of de post. Dit helpt mij het kanaal te ontwikkelen en de podcast te verspreiden. Enorm bedankt voor je tijd en tot snel. Dit was een Stoïcijnse gedachte in de Nuanced Podcast.